Goed, we hebben met de bosknetenman hebben we afgesproken dat we jullie een beetje gaan uitleggen hoe het gewichttraining werkt. Als je zo een beetje rondkijkt, kijk maar rond, het zijn al die gewichten. Je komt hier binnen, wat moet je daar nou mee gaan doen? Nou, om te beginnen, voordat je één gewicht aanraakt, opwarmen. Dus er staan er een heleboel van die apparaten, een beetje cardio opwarmen, ik doe zelf al de roeien, opwarmen. Vandaag doen we borsttraining. Borsttraining. Dus je pectoralis major, dat is die grote lap hier. Daaronder zit je pectoralis minor, die zit aan je ribben vast. Die doet ongeveer dit, zeg maar. En je pectoralis minor, die zit aan je schouderblad vast, die doet dit. En daar is de borsttraining voor. De eerste oefening die wij gaan doen, dat is bankdruk. Een soort basisoefening. Je moet wel begrijpen, bankdrukken is een bouwsteen. Je hebt er niets aan als je gaat roeien, fietsen, hockeyen, golven. Dan moet je nog andere dingen doen. Maar het begint met de basisoefeningen. Die basisoefeningen, waar die wel heel goed in zijn, wordt daar mooi gespierd van. Nou, mijn charmante assistente. Sabrina, die gaat hem voordoen. Bankdrukken. Dus je gaat liggen, hier is de barbel. Let op die streepjes die erop staan. Je zet je voeten en je hakken zet je goed aan de grond. Je gaat goed op je billen en je schouderbladen liggen. En hij is heel simpel. Dit is bankdrukken. En let op je adem. Als je kracht zet, adem je uit. In, uit. Precies naar het hoogste punt van je borst. Bankdrukken. Makkelijk zat. Oké? Okay. Ja? Nog één stukje van de weg op. Hoeveel oefeningen doe je er dan van? Je doet er. Ik persoonlijk zeg, repetition is king. Dus ik zeg, warm je op, hang er een gemiddeld gewicht op en knal er gewoon 50 uit. Of zoveel als je kan. Maar gebruikelijk is om een piramide set te doen. Bijvoorbeeld 14, 14, 10, 8, 6 herhalingen. Steeds zwaarder. Kan ook. Ik persoonlijk denk, zijn ook de nieuwste inzichten, dat de meeste spiergroei en trainingseffect heb je van uitputting. Niet van het gewicht. Dus ik zeg, knal er een gewicht op tot je niet meer kan. Volgende oefening die we doen, na het bankdrukken, dat is dumbbell press. Dan kan je twee dingen doen. Je kan hem duwen. Of je kan hem zo doen. Flies. Wij gaan hem duwen. Die is wat makkelijker. Hij is moeilijker dan de bankdrukken. Want die bankdrukken, dat is een stang, dat is een gesloten kring. Dit is wiebeliger. Het is in principe beter. In principe willen we zo wiebelig mogelijk oefeningen doen. Dat is goed voor je coördinatie. En uiteindelijk goed voor je kracht. Dit is bank. Die kan je verschillende manieren instellen. Je kan het gewoon zo plat leggen. Gemiddeld hoog. Ik heb hem zelf al één tikje hoger. Dat heeft te maken met de schouderblessure. En andere stellen. Kom achter me staan, dan gaan we hem een keer voor doen. Pak je been. Ga liggen. Goed stevig op de grond. Borst vooruit. Ook weer niet en niet rond. Dat is goed. Dit gaat goed recht liggen. Of je doet er een fly mee. Zwaar voor de fly. Begrijp je? En netjes weer terug. Dat is te zwaar. De volgende oefening die we gaan doen. We hebben namelijk nu eerst na het opwarmen hebben we bankdrukken gedaan. Vier setjes. We hebben schuine inclined dubbelpress gedaan. De volgende die we gaan doen heet een packdeck. Packdeck noemen ze bij de bodybuilders en gewichtwerkers noemen ze dat isolatieoefening. Maar eigenlijk zijn al die gewichtoefeningen zijn isolatieoefeningen. Dus dan nog iets meer geïsoleerd, laat ik het zo noemen. Sabrine, die gaat hem voor me voordoen. Dit is het packdeck. En die packdeck die heet zo omdat dit, die borstspier, je pectoralis. Pectoralis heet die. De major en de minor. Goed zo, je zet het bankje. Zet je op de goede hoogte, zet je schouders in een natuurlijke hoek aannemen met dat ding. En dan doe je hem gewoon. Dan doe je hem, deze doe je over het algemeen wat meer herhalingen. Laten we zeggen dat je hier een piramide gaat doen van 18, 16,
en zo naar beneden, een stuk of vier. Dit is een oefening, daar gaat je borstspier echt van branden. Daar is ook nog wel een soort van wetenschappelijke verklaring voor, omdat op het moment dat die borstspier daar helemaal binnen is, dat noem je supercontractie. En dat is dat branden in je spieren wat je voelt. Nou, Sabrine, neem het nog even over, want ik had jullie... Ik ga even zitten, doe weg. Yes. Voor de fijnproevers, ik had jullie al verteld dat die gewichttraining, daar heb je in principe helemaal niets aan voor je normale sporten, omdat het geïsoleerd is. Dus heb je voor de fijnproever heb je er eentje die wat meer core en coördinatie moet doen. Dat is vrij eenvoudig. Ik weet even niet hoe zwaar het moet komen, maar laten we zeggen. Doe je met één arm goed stevig staan en dan krijg je een hele core beweging erbij. Makkelijk. Dat is voor de fijnproefers. Voel je jezelf. En natuurlijk evenveel aan de andere kant, dat is geen schepen hier. We hebben nu dus drie gewichtoefeningen gedaan voor borst. Borsttraining. We doen vier oefeningen. De eerste is bankdrukken. Inclined, schuine dumbbellpress en we hebben de backpack gedaan. Maar ik heb jullie al gezegd, gewicht is heel beperkt. Daar heb je niks aan in je normale sport. Dus wat we gaan doen voortaan is ook een laatste oefening van de spiergroep. Die maakt wat functioneler, wat meer core stability, core strength. Dit is een hele leuke. Niet te veel gewicht. Ongeveer op schouderhoogte. Hij staat nu wat lager omdat hij voor Sabrina is staan, maar dat maakt het zo uit. Als je iets verder gaat staan, gaat zo staan. Beweeg je arm. In de richting van de lijn. Dat is buikspier, core. Dat is borst. Dan ga je er 20 van doen. Of wat rechterop mag ook. Dan rijk uit dit nog. En natuurlijk de andere kant. Ja, dat is belangrijk.